Volgende week om 14:30 de speelfilm In de schaduw van een troon. De verfilming van de jeugd van de dochter van Hendrik de VIII en Anna Boleyn, Elisabeth de I, de latere koningin van Engeland. Ook vanavond laat, om 12:15, heeft de KRO een speelfilm voor u. De Vechtjas. We zien hoe de verschillende karakters van twee kolonels de spanningen tussen de twee hoog kunnen laten oplopen. Straks om 17:55 Brandpunt zondageditie en om 18:55 het programma Ik woon in dit geval in Spanje. Maar nu eerst het NOS Journaal. Einde van deze korte KRO-uitzending. Maar morgen zijn we er alweer vanaf 14:30 middags, alleen dan via Nederland 1. Straks ziet u na het 17:30 journaal alweer het laatste deel van onze serie The Band. Maar nu eerst Columbus, het programma voor mensen die wat meer tijd hebben. Vanuit Treslong in Hillegom ziet u Frank Kramer. We zonden deze één-acteur audiëntie van Václav Havel uit in plaats van de geplande documentaire Een jaar na de ramp, die nu verschoven is naar 19 januari. En omdat deze eenacter iets langer was dan die geplande documentaire, begint de nachtfilm van de NCRV wat later. Onze excuses daarvoor.